Als je de sociale bodem onder een dorp wegtrekt, ja, dan kan de rest daar niet meer op gebouwd worden. De bank is weg, de postkantoor is weg. Je houdt nog maar één winkel over als je geluk hebt. Voor medische zorg moet je naar een ziekenhuis in Zutphen gaan. Als je kijkt naar Nederland, is Nederland een heel centralistisch land geworden. Dus in plaats dat ze opkomen voor de regio in Den Haag, komen zij op voor Den Haag in de regio. En wat je ziet is dat er dus helemaal geen, dat er van de provinciale en gemeentelijke autonomie eigenlijk niks meer is overgebleven. U luistert naar Epping Explains, een podcast van Ja 21. Dirk-Jan Epping, Tweede Kamerlid namens Ja 21. Onlangs heb jij een uitgebreid essay geschreven over de kloof tussen de stad en de regio en over hoe die kloof in jouw ogen te dichten is. Nu ben je zelf opgegroeid in een plattelandsgemeente in het dorpje Steenderen in Overijssel. Kun jij aan de luisteraar vertellen hoe jouw jeugd eruit zag? Ja, dat kan ik zeker, want ik heb die essay geschreven. Omdat ik natuurlijk dat verschil tussen stad en platteland, tussen randstad en regio zelf ook heel goed ken. Ik ben opgegroeid in Steenderen, dat is een dorp in de Achterhoek, ligt aan de IJssel. Dat was in mijn jeugd, ik ben geboren in 1958, was er een heel levensvatbaar dorp. We hadden dus 3 of 4 scholen. Natuurlijk protestants, katholiek en openbaar. Ik zat op de christelijke school, de school met de Bijbel genoemd. Intussen afgebroken en huizen gebouwd, u ziet het al. En die had circa 5000 inwoners. Er waren verschillende sportverenigingen, muziek, voetballen en ook andere. Er waren zeker wel 5 feestzalen. Ook weer een beetje katholiek, protestants. Het was zo'n beetje half-half. Het was levendig in mijn herinnering. En ik maak het niet mooier dan het is, maar het is wel zo. Als je dan nu kijkt, dan zie je dat dat dorp is. De winkels stuk minder. Er is nog 1 grote winkel om inkopen te doen voor dagelijkse producten. Die feestzalen zijn eigenlijk allemaal voorbij. Die scholen zijn teruggebracht tot 1 school. Je hebt wat oudere huizen gekregen op de plaats van waar mijn kleuterschool was. Dus dat hoort wel een beetje bij de tijd. Echt een duidelijke vermindering van levensvatbaarheid, van dienstverlening, sociale dienstverlening. En wat het dorp eigenlijk op de benen houdt, is dat daar is een kaasfabriek. Die was er altijd al, maar er is in de jaren 70 is er ook de Avico gekomen, waar friet wordt gemaakt van aardappelen. En dat een grote werkgever is eigenlijk en ook mensen aantrekt om in Steenderen te gaan wonen, zodat er toch nog een zekere levensvatbaarheid is. Dat bedrijf verzorgt dan weer het warme water voor het zwembad daarnaast. Dus dat is ook een zekere dienstverlening van alle kanten. Maar ja, je ziet wel dat het pover is geworden, minder is geworden. En dat het leven er een beetje uit vertrokken is. En dat is mijn persoonlijke ervaring. Ik ben wel op een gegeven moment ben ik gaan studeren in Amsterdam, aan de Vrije Universiteit. En daarna heb ik in allerlei steden in de wereld gewoond. Den Haag is er 1 van, een korte tijd Rotterdam, ook in Brussel en in New York. Ook nog een tijdje in Warschau zelfs. En als je dan terugkomt, zie je dat grote verschil. En die kloof tussen Randstad en regio, ja, die heb ik zelf meegemaakt. En dat is de reden dat ik heb gezegd, toen dit een thema werd bij de verkiezingen, ik wilde graag een essay over schrijven. Elsevier was zo vriendelijk om dat in zijn geheel te publiceren. Jouw essay begint ook met een motie die jij hebt ingediend, die kamerbreed is aangenomen. Wat was het doel van deze motie? Nou, het was nog voordat dat grote debat was begonnen over Randstad en regio. Het was eind 2001. Ik dacht, ja, ik wil toch op een of andere manier met iets beginnen om die kloof kleiner te maken. En heb dus een motie ingediend voor het kabinet om te onderzoeken hoe men de sociale dienstverlening in dorpen en in plattelandsgemeenten
kan verbeteren. Want nu is het zo dat veel publieke diensten verdwijnen. Hè. Er verdwijnt, het ziekenhuis is te ver weg, de scholen zijn er niet meer, de arts is er niet. Dat is een heel belangrijk punt. Als de gezondheidszorg vertrekt, ja, vertrekken de mensen ook. Want mensen met kinderen, ja, die gaan er daar niet wonen. Ja, dus dan krijg je onmiddellijk een vergrijzingseffect. Om dat in kaart te brengen en dan ook te denken aan de manier hoe je die dienstverlening kunt herstellen. Hoe je ervoor kunt zorgen dat sociale basisdiensten bereikbaar blijven voor de burgers op het platteland. Je hebt nu een mooie schets gegeven van het probleem dat jij waarneemt, de leegloop van het platteland. Nou vraag ik me af, welke dynamieken liggen er aan ten grondslag dat dit in de loop der jaren sluipenderwijs is gebeurd? Hoe kan dit gebeuren dat het platteland leegloopt? Nou, het is eigenlijk zo dat de jeugd vertrekt. Ik ben daar zelf een voorbeeld van. Men gaat wonen waar het werk is. Je gaat studeren in grote steden. En zo zie je dus een zekere leegloop. En het is belangrijk om te kijken van hoe kun je dat stoppen. En wat voor een platteland ook heel belangrijk is, is vooral het MKB. We spreken vaak over het MKB. We spreken over het bedrijfsleven. Dan denken we meteen aan de grote bedrijven, Shell, Unilever enzovoort. Maar de belangrijkste werkgever in Nederland, dat is MKB. En we moeten ervoor zorgen dat het investeringsklimaat op het platteland voor het MKB interessant is en goed is. En dat daar ook dat het mogelijk is om winstgevend te zijn. En hier zie ik wel een brug en een deel van de oplossing door bijvoorbeeld tarieven of belastingtarieven voor MKB op het platteland te verlagen. Het is ook zo dat de kosten natuurlijk lager zijn, want de Randstad is heel duur. De grond is duur, de huur is duur, de infrastructuurkosten zijn hoog voor een MKB. Het platteland is van origine ook een plek van het MKB geweest, want daar zijn geen grote bedrijven die daar zitten, hele grote bedrijven, geen multinationals. En die passen ook in een keten, hè? Want als je dan bijvoorbeeld Avico neemt, hè, dat is friet. Nou, die friet wordt geëxporteerd voor een deel. En de aardappelen moeten komen uit Zeeland of Friesland. Die moeten dan bewerkt worden. Dat zorgt voor werkgelegenheid die ook past bij het platteland. En waar ook expertise voor is. Hetzelfde natuurlijk voor een kaasmakerij. Het behoud van de MKB of het aantrekken van de MKB is heel belangrijk om dan ook die basisdiensten in stand te houden. Want dan is er ook werkgelegenheid. Dan is er inkomen. En dan komen er ook jongere gezinnen. En dan hou je ook artsen vast en leerkrachten voor scholen. En dan hou je een basis van levensvatbaarheid van kleine gemeenten, die hou je in stand. Ja, we springen nu eigenlijk al meteen naar een mogelijke oplossing. Maar voordat we zover komen, zou ik graag nog wat dieper in willen gaan op de dynamieken die dit veroorzaakt hebben. Want het gaat niet alleen over het MKB. Je beschrijft in je essay ook heel duidelijk, en je zei net ook, hoe het verenigingsleven bijvoorbeeld verschraalt op het platteland. Scholen verdwijnen. Ik ben toch wel benieuwd om erachter te komen welke dynamiek, behalve dan dat mensen in de stad gaan studeren, want dat gebeurde vroeger ook wel. Hoe het nu komt, uitgerekend in deze tijd, dat het platteland zo snel verschraalt. Nou, omdat je nu op de basis bent gekomen. Kijk, dat is een proces dat al natuurlijk een generatie of twee duurt. Maar op een gegeven moment kom je op het absolute minimum te zitten. En dan zijn er steeds minder voorzieningen. Dat heb ik ook gezien. De bank is weg. De postkantoor is weg. Je houdt nog maar één winkel over als je geluk hebt. Voor medische zorg moet je naar een ziekenhuis in Zutphen gaan. Artsen, zijn die er nog? Er zijn al te weinig artsen in Nederland. Ja, hoe houden ze zich dan vast op het platteland? En zoals ik al zeg, als de artsen er dan niet zijn, dan hebben mensen weinig trek om daar te gaan wonen. Ten tweede, als er geen onderwijs is, ook niet. Dus degene die blijven, dat zijn ouderen. En je ziet dan in een heel snel tempo dat die vergrijzing om zich heen grijpt. Omdat het eigenlijk een einde van de generatie is. En daar moet je dus wat aan doen met verschillende mogelijkheden. Nou ja, ik heb al gesproken
gesproken over het MKB, hoe belangrijk dat is. En je zou moeten nadenken over bijvoorbeeld speciale gunstige belastingstarieven, investeringstarieven enzovoort voor het MKB. Maar wat ik, als ik nog een oplossing mag geven, is ik kijk altijd over de grens. En over de grens in Duitsland ben ik vooral gaan kijken en daar bestaat een systeem van daseinsvoorzorgen. Dat betekent dat de overheid, en dat is in Duitsland dan de federale overheid, dus de Bundesländer, die moet ervoor zorgen dat er een basis aan voorzieningen behouden blijft en moet dat ook echt plannen. Dus die zorgt ervoor dat je bij een dorp of in een dorp, rondom verschillende dorpen, dat er aanwezig is medische verzorging, dat er onderwijs is en dat er ook andere faciliteiten zijn. Denk ook bijvoorbeeld aan politie. Dat wordt vaak vergeten, maar de politie is verdwenen uit het platteland. Zelfs een bromsnortype bestaat niet meer. En ook ambulance diensten zijn er dan niet meer. Dus het verschraalt steeds meer. En in Duitsland is er een plicht bij de regionale overheden om dat tot stand te brengen. En zo hou je dan ook dorpen levensvatbaar. En zo ben je dan ook in staat om MKB enzovoort aan te trekken. Maar als je de sociale bodem onder een dorp wegtrekt, ja, dan kan de rest daar niet meer op gebouwd worden. Want de rest zit dan op drijfzand, want mensen willen daar niet wonen. Dus dat is eigenlijk een oplossing waar ik naar kijk. En ik heb gekeken hoe Duitsland dat wettelijk heeft gedaan. En ik ben ook van plan naar Duitsland te gaan om te kijken hoe precies die wetgeving in elkaar zit. En hoe wij dat in ons land zouden kunnen invoeren. Want we hebben in Nederland wel een heel centralistisch systeem. In Nederland wordt alles bepaald in Den Haag door ministeries. En als die problemen hebben, dan exporteren ze dat naar de regio. Neem dan bijvoorbeeld Ter Apel, een AZC. Ja, dat is in Drenthe, dat is op de grens met Duitsland, al zo ver mogelijk weg van de Randstad. En zo probeert men problemen op te lossen hier in Den Haag door ze te exporteren naar de regio. Ja, wat je eigenlijk zegt is, dit proces is een proces wat sluipenderwijs al jaren en jaren gaande is. En nu zijn we echt op het bot gekomen, zeg maar, van de leegloop en de vergrijzing. En nu is het opeens in al zijn naaktheid echt zichtbaar. Ik had nog een vraag daarover. Welke steken heeft de politiek laten vallen in de afgelopen decennia op dit thema? Nou, als je kijkt naar Nederland, is Nederland een heel centralistisch land geworden. Als je kijkt naar andere landen, daar worden burgemeesters gekozen en vaak ook voortkomende uit de resultaten van een verkiezing. Dan krijg je een coalitie en dan komt dan een burgemeester uit voort, maar die is wel geworteld in die gemeente. En dat geldt eigenlijk ook voor de Bundesländer in Duitsland. In Frankrijk wordt Monsieur Le Maire, die wordt ook gekozen. Hij krijgt er zo'n sjerp om. In België is dat precies hetzelfde systeem. In Amerika ook. Je ziet in alle democratische landen worden burgemeesters op basis van verkiezingen aangesteld. In Nederland is dat niet zo. In Nederland zegt Den Haag bepaalt wie er ergens burgemeester moet worden. Nou, dan krijg je een amicocratie, zoals dat heet. Een vriendendienst. Van, nou, in mijn partij heb ik een Pietje of Jantje nog. Die zijn net Tweede Kamerlid geweest. Die zoeken een baan. Weet je wat, die maken we burgemeester daar en daar. Nou, en zo wordt dat verdeeld. Dus je krijgt een burgemeester in een plaats, weliswaar in overleg met de gemeenteraad, die daar niet geworteld is en die er niet veel van af weet. Commissaris van de Koning, idem dito. Dat is natuurlijk voor veel mensen toch wel een prestigieuze baan. Nou, als je dan hoog in een partij zit, dan denk je, ja, ik ben eigenlijk wel een goede commissaris van de Koning. En die maken zich belangrijk en die pompen zich een beetje op, die types ook. En dan worden die op een gegeven moment ook ergens neergezet in een provincie. En wat je ziet is dat er dus helemaal van de provinciale en gemeentelijke autonomie eigenlijk niks meer is overgebleven. Kijk, als we kijken naar Thorbecke, de grote liberaal, heeft ervoor gezorgd. De schrijver van de grondwet? Ja, dat is de auteur van de grondwetswijzigingen, moet ik zeggen hoor. De grondwet bestond al, maar die moest gewijzigd worden. En die zorgde ervoor dat de macht ging van Den Haag naar gemeenten en naar provincies. Dat was een eerste stap. En als we nu kijken, zien we dat die burgemeesters en die commissarissen van de koning, dat die eigenlijk niet zoveel te vertellen hebben en eigenlijk een stadhouder zijn van Den Haag in de regio. Dus in plaats dat ze opkomen voor de regio,
in Den Haag, komen zij op voor Den Haag in de regio. En Den Haag zegt dan, ja, daar moet jij voor zorgen, want jij bent burgemeester, weet je nog wel. Wil je zo straks naar een grotere gemeente gaan? Ja, wel eventjes doen wat wij willen. En dat geldt ook voor een commissaris van de Koning. Dus je krijgt eigenlijk een hele eenzijdige machtstoestroom vanuit Den Haag naar de regio. En de regio moet het dan maar opzoeken. Dus een ander voorbeeld daarvan is die spreidingswet van asielzoekers. Nou, het wordt een dwangwet. En dat moet je dat doen, want Den Haag wil dat. En die burgemeesters zitten er dan een beetje tussenin. Want die, aan de ene kant willen ze dat ook niet. Aan de andere kant, ja, Den Haag die vraagt het. En ja, als ik zeg nee en het gaat dwars liggen, dat zullen ze onthouden. En dan is dit ook meteen het eindpunt van mijn carrière. En zo gaat dat eigenlijk tegenwoordig. Onder het bewind van de heer Rutte, als ik het zo mag zeggen. Is hij in de loop van de jaren toch wel een soort van omgekeerde Thorbecke geworden. Dus wat Thorbecke tot stand gebracht heeft, dat maakt hij ongedaan, omdat hij erg vanuit een centralistische kijk op het land bestuurt. En bij al die benoemingen precies kan beïnvloeden het beleid zoals hij dat wil. Daar wordt de regio wel de slachtoffer van. Omdat de regio al die problemen moet absorberen. Minder geld krijgt dan nodig is en dat het eigenlijk ook niet allemaal aan kan. Als je dus kijkt naar de asielkwestie, dat is er al één. Maar ook op het gebied van gezondheidsbeleid zie je ook dat beleid wordt dan zogenaamd geregionaliseerd. Maar wordt in feite over de schutting gegooid. Je krijgt er wat geld bij en zoek het maar op. En ja, de premier heeft nu eigenlijk de hele gewoonte om geld... ik gooi geld over de schutting en dan moet je het maar uitzoeken en dan wil ik er niks meer van horen. En dat is eigenlijk het stramien geworden. En als je kijkt naar de crisis die wij de afgelopen 12 jaar hebben gehad. Zoals de toeslagen... crisis, toeslagenschandaal. De heer Rutte zegt altijd vreselijke toeslagenschandaal. Dan zeg ik, ja, dat was wel in uw regeerperiode. Hè. Ik kan er niet van weglopen. Het verslijten van de krijgsmacht, die werd bijna helemaal afgebroken. Gebeurde ook in die periode. Als we kijken naar die gasboringen in Groningen. Ja, de grote aardbevingen waren in 2012. Was ook in die periode. Dan kun je wel zeggen, het is allemaal verschrikkelijk. Maar ja, wat was je dan zelf in die periode? Ja. Dus dat komt omdat het in het centralisme denk je van, nou, ik heb een probleem. Ik weet niet precies hoe ik het moet oplossen. Ik ga het dus deporteren naar de regio. Ik ga het uitvoeren daar naartoe. En dan moeten ze daar maar uitzoeken. Ze krijgen er wat geld bij, een beetje macht erbij. En dan is het afgelopen. Maar in feite worden de regio's, die worden bekocht. Een andere tendens die we de afgelopen decennia gezien hebben is schaalvergroting van gemeenten. Veel gemeenten die samengevoegd werden, van kleine dorpjes tot grotere samengevoegde gemeenten. Welke rol heeft die schaalvergroting gespeeld bij dit fenomeen? De schaalvergroting was ook in de periode Rutte, want er moest op een gegeven moment bezuinigd worden. We hadden de bankencrisis, de economische crisis. En hoe kun je dan bezuinigen? Weet je wat, we gaan het aantal gemeenten verminderen. Nu hadden we vroeger heel veel gemeenten, ik geloof meer dan 1000 zelfs, en nu een stuk minder. En die vergroting van de gemeente, ja, maakt dat de gemeente slagvaardiger? Dat is natuurlijk zeer de vraag. Want die gemeentes, en dan kom ik bij het voorbeeld van Steenderen, hadden we dus een gemeente van 5000 mensen. Mijn vader zat in de gemeenteraad overigens. De burgemeester kende je persoonlijk, andere gemeenteraadsleden ook. En dan heeft men de gemeente Bronckhorst gemaakt, een historisch plaatsje dat aanvankelijk in de gemeente Steenderen lag. En daar horen allerlei andere gemeenten ook bij. Dus voor de Zelm enzovoort, Hengelo, wat aan het gemeentehuis tegenwoordig staat. En dan heb je een gemeente van 5000, dan ga je naar 35.000. En dan ken je eigenlijk niemand meer. Je kent die ambtenaren niet, je kent die gemeenteraadsleden niet, je kent de burgemeester ook niet. Je kan niet meer op de fiets naar het gemeentehuis, want dat is een dorp verderop. Ja, dus dat is eigenlijk het afbreken van een lokale democratie. Mensen voelen zich dan ook verloren en vergeten. En dat is een van de gevolgen daarvan. Waar komt het ongenoegen uit de provincie uit voor? Dat is dat men het gevoel heeft dat men wordt vergeten. En dat men wordt afgeserveerd. En dat speelt dan ook in op de toch al bestaande culturele kloof van de Randstad. Hè. Men zegt altijd in het oosten van het land het Westen. Hè. Het Westen, dat betekent niet meteen veel goeds. Mm. Die mensen komen uit het Westen. Oh jee, wat gaat dat worden? Dus de autochtone bevolking is er een beetje voorzichtig mee.
Mensen in het platteland, over het platteland zullen zich ook niet zo snel uitspreken. Heel erg voor of heel erg tegen iets, zoals men in het Westen doet. Hè. Moet je een mening hebben over van alles en nog wat. En dan moet je dan ook nog heel fanatiek brengen. Nou, dat doen mensen op het platteland niet, want die willen samenleven. En als je samen wilt leven, zeker als je protestanten, katholiek en verschillende politieke opinies hebt, ja, dan moet je een beetje voorzichtig zijn wat je zegt en iedereen maar wat laten praten en zeggen. Ook wat meer tolerantie kunnen praktiseren. Mm-hmm. Jij zegt eigenlijk het platteland is veel toleranter dan de stad. Oh ja, laat veel meer toe. Kijk, als je nou kijkt naar de Randstad en zeker de politieke cultuur van het Randstad en waar de politieke cultuur van Nederland wordt gemaakt en ook de media. Dat is het allemaal van je moet dit vinden, je moet dat vinden en waar sta je en de maat nemen. Het lijkt wel een soort van godsdienstoorlog tussen allemaal dominees die vertellen wat je moet vinden. En ons buitenlands beleid is dan ook heel moralistisch. Nederland waarschuwt China voor de laatste keer, want anders dan is Nederland boos enzovoort. Een volledige zelfoverschatting. Ja. Dat zul je in het platteland nergens aantreffen, zoiets. Dus er is een grote kloof, een culturele kloof tussen platteland, tussen de politiek, in de politieke cultuur van het platteland en de Randstad. Is dat mensen op platteland, of het nou Friesland is, of Drenthe, of het is Twente, of de Achterhoek, of het is Limburg. Dat zijn allemaal mensen die rustig hun leven willen hebben, die tolerant zijn, die zeggen van nou, we zullen ons niet te veel over uitspreken, we zullen proberen het goede te doen, maar die ook niet meteen op een strepen gaan staan. Nou ja, die mensen krijgen dan de problemen vanuit de Randstad er allemaal gratis bij. Ja, nou, dit is eigenlijk een perfecte samenvatting van het probleem dat jij hebt geschetst in jouw essay. Leegloop van het platteland, MKB, verenigingsleven, schaalvergroting. Mensen kennen hun burgemeester niet meer. Ze kunnen niet meer op de fiets naar de gemeentehuis. Nou, de gemeenteraad. Mijn vader was gemeenteraadslid. Dus wij hadden thuis altijd mensen. En een soort van de huiskamer was een soort van wachtkamer van mensen die een probleem hadden. Nou ja, en dan ging mijn vader naar de burgemeester of naar de ambtenaar te kijken wat er gedaan moest worden. Ja. Je had ook soms families waar problemen waren. Nou ja, dan moet je dat ook proberen op te lossen. En dan ga je naar de burgemeester toe om te zeggen van hoe zullen we dat doen? En de burgemeester die kende ik ook, die heeft er heel lang gezeten. Hij belde mij vaak ook op om mee te doen aan quizzen. Quizzen voor om de gemeente bekend te maken. Quizzen op de radio bij de NCRV. Mm. Om dan in het team met Stederen te gaan zitten. Dus dat moest ik dan wel doen. Dus ik heb er op zichzelf wel goede herinneringen aan. Hè? Maar het is niet uit een nostalgie dat ik praat. Want mensen in de Randstad hebben vaak, en zeker de politiek-culturele elite, vaak toch wel wat verkeerd beeld van het platteland. En de plattelanders worden dan dus dommerikken afgeschilderd. En vaak soms in de media of soms in de culturele elite. En dat is helemaal niet zo. Dat zijn mensen die heel goed kunnen samenleven. Ja. Nou, dat brengt ons eigenlijk bij de aanbevelingen. Het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 6... In jouw conclusie schrijf jij, je hebt er net al een hint naar gegeven, bijvoorbeeld ervoor zorgen dat het MKB op het platteland weer kan floreren. Mm-hmm. Welke andere oplossingen zou je willen aandragen om de regio weer... We horen trouwens telkens een bel, misschien is het wel goed voor de luisteraar om heel even te vertellen wat die bel inhoudt. Wat horen we? Oh, dat is de bel die aangeeft dat in de plenaire vergadering of de vergadering weer wordt geopend of wordt gesloten of de debat is opgeschort. Okay. Dan gaat er een bel, dan weet je dat je terug moet komen. Ja. Dat was even voor de luisteraar dat hij niet denkt dat hier het brandalarm afgaat. Je bent met een aantal aanbevelingen gekomen in jouw essay. Kun je de belangrijkste oplossingen die jij voor je ziet om het platteland weer nieuw leven in te blazen? Wat stel je voor? Een wettelijke aanpak die ik voor ogen heb, is te kijken hoe de daarzijnsvoorzorgen in Duitsland is geregeld. En te kijken hoe je wettelijk een soortgelijk systeem in Nederland zou kunnen hebben. Zodat sociale basisdiensten worden gewaarborgd door de overheid. En dan moet het beleid dus niet alleen maar vanuit Den Haag worden gevoerd, maar ook vanuit de regio zelf. De regio zelf moet mogelijkheden hebben, zijn macht en ook middelen, om dat effectief te gaan doen. En daarvoor heb je toch wel een zekere verandering nodig, ook in de Nederlandse politieke structuur. Want zoals ik al zei, Nederland is centralistischer dan Frankrijk. Want Frankrijk heeft tenminste nog een gekozen burgemeester. En dat hebben wij niet. Dus we zouden een burgemeester moeten hebben die voortkomt uit
uit de verkiezingsuitslag, uit een coalitie of wat dan ook, dat dan wordt gevormd en die dan de burgemeester is. En hetzelfde bij provinciale... Of gewoon een directe burgemeestersverkiezing? Zie je dat ook voor je? Nou, directe burgemeestersverkiezing, dan krijg je meer zo'n Amerikaans systeem. En Nederland heeft gewoon heel veel partijen. In Amerika heb je eigenlijk twee partijen. In Nederland heb je natuurlijk heel veel partijen. En je hebt ook lokale partijen. Dus dan zou je toch, moet je ergens een consensusfiguur zoeken uit een coalitie van misschien wel vijf partijen. Ja. Dus dan is een verkiezing uit twee is te confrontatief. Dat leidt dus tot veel problemen. Dat hebben ze in Amerika, maar daar is de politiek gewoon veel meer competitief. Dat is meer een bokswedstrijd. Nou, dat zouden we hier niet moeten hebben. En bij de commissaris van de Koning heb je provinciale statenverkiezingen. En de coalitie die dan gaat regeren, die schuift dan een kandidaat-commissaris naar voren. Dit is onze cue dat we nog 5 minuten hebben. Zodat we niet eindeloos doorpraten. Ja. Dus in ieder geval meer macht voor de regio en meer macht voor burgemeester en commissaris van de Koning en niet alles in Den Haag. En dat is eigenlijk een hele belangrijke politieke zet. Dat is eigenlijk ook hoe Thorbecke dat allemaal voor ogen had in de tijd. En dat moeten we verder uitwerken. Maar we moeten niet teruggaan naar steeds meer macht naar Den Haag. Want je krijgt dan een regentesk systeem waarbij de regio alleen nog maar dienstbevelen krijgt. Nou, ik heb gesproken over die daarzijnsvoorzorgen. Dan ga ik dat allemaal bekijken. Het veranderen van de staatsstructuur, zeker als het gaat over de posities van een burgemeester en commissaris, is natuurlijk een groter iets. Ik denk wel dat er partijen zijn die ook wel vinden dat er wat meer democratie moet komen in de regio. En dat de regio dat zelf ook wil. Ik vind ook bij de huidige plannen van de stikstofbeleid, als ik dat mag zeggen, daar moet ook de regio veel meer in worden betrokken. En er moet ook eens een keer gekeken, wat er ook gemaakt moet worden, is een sociale effectrapport. Van wat er gebeurt als men het aantal boeren zou halveren. Dat is er nu helemaal niet. D66 praat erover alsof dat een groot goed is. Maar het platteland en de structuur van het platteland, de economie van het platteland, zou wel eens in elkaar kunnen zakken als er in een keer de helft van de boeren niet meer zou zijn. Want de boeren zijn een deel van de economie. Elke boer zorgt voor 10 banen. Dus dat is heel belangrijk om te weten. En daarom moet er ook een sociale effectrapportage komen van het huidige stikstofbeleid. En dat is er niet. Met opzet natuurlijk niet. Mm. Want als men dat zou zien, dan zou men schrikken. Ja. Dat moet er ook absoluut komen. Nou, dan heb ik ook voorstellen wat betreft de verbindingen. Het ontsluiten van gebieden. De Lelylijn bijvoorbeeld. Die naar het noorden loopt. Neder-Saxe lijn in het oosten. Ja, de Betuwe spoorlijn is natuurlijk, kennen we wel. Dat is ook heel belangrijk. En wat ook goed is, dat je moet niet alleen kijken naar Den Haag. Regio's moeten ook kijken naar buurlanden. En als je in het oosten woont, heb je te maken met Duitsland en Duitse gemeenten en verenigingen enzovoort. En daar moet je ook veel in investeren. Dat doet men in Twente ook. Er heeft men zelfs een goede samenwerking tussen de Universiteit van Twente en de Universiteit van Westfalen. Dan moet je even dan moet ik dat even Westfalen, waar was die ook alweer? Münster, ja. Sorry. Van Westfalen in Münster. Daar is een hele goede samenwerking. En dan haal je daar ook bedrijven bij en de overheden enzovoort. En dan kun je echt een groeiregio maken. Dus het is niet allemaal hopeloos. En als ik naar het zuiden van Nederland kijk, dan heb je natuurlijk vanuit Maastricht, je hebt ook Aken. Ook veel samenwerking vanuit Brabant, Den Bosch en Leuven. Leuven waar ik ooit gewoond heb overigens. Dat zijn eigenlijk soort van zustergemeenten. Ook met veel technologie enzovoort. Zowel Leuven als Den Bosch als ook Eindhoven. Op die manier kun je een veel bredere kring maken dan alleen maar te wachten op Den Haag. Want dat kan ten duur ook erg teleurstellend zijn, omdat Den Haag erg bezig is met zichzelf en met zijn eigen steden en met een grootstedelijke problematiek, wat ik allemaal heel goed begrijp, want ik heb ook in grote steden gewoond. Maar de regio's moeten ook echt vooruitkijken en ook naar de buurlanden en de regio's daar, want daar kun je goed mee samenwerken. De voorstellen die jij doet, die moeten eigenlijk leiden tot een dynamisch, levendig en innovatief platteland. Terwijl de kritiek
die veel progressiever geven op mensen die misschien met enige weemoed terugkijken naar hoe het plattelandsleven er in 1958 uitzag. In Steenderen bijvoorbeeld, zoals je zo mooi dit interview mee begon. De kritiek zal zijn, ja, maar jij wilt terug naar de spruitjeslucht van de jaren 50. Wat zeg je op die kritiek? Nou ja, de spruitjeslucht van de jaren 50 kan ik me persoonlijk niet herinneren. Want ik ben wel geboren in die periode, maar dat heb ik nooit zo meegemaakt. Maar dat is niet wat ik zeg. Wat ik wil voorkomen is een volledige ontvolking van het platteland. En als we kijken naar het buitenland, naar Frankrijk bijvoorbeeld, zie je dat hele delen van Frankrijk zijn ontvolkt. Daar gewoon lege en doodse dorpen. En dode dorpen eigenlijk. Je ziet dat in Italië, je ziet dat in Spanje ook. Mensen trekken weg, er komt niks voor in de plaats. Dat gehuchten hou je over en dat is dan alles. En dat wil ik voorkomen, dat kunnen we nog doen, omdat Nederland is ook een kleiner land. En door een aantal dingen te veranderen kun je ervoor zorgen dat er een levensvatbare economie is op het platteland, in de regio's, waardoor mensen blijven wonen. En misschien mensen die in de Randstad wonen zeggen, ja, het wordt me hier te druk. Ik ga op het platteland wonen, ga daar een bedrijfje beginnen. En met het huidige internet enzovoort en alles wat we hebben geleerd van de coronatijd wat betreft vergaderen bij video, dat is ook weer een nieuwe kans voor het platteland. Dus ik zie een economisch en sociaal levensvatbaar platteland, maar dan moet je wel een aantal sociale basisdiensten moet je wel kunnen garanderen.